Ik denk dat we allebei, dat we alles fout gaan hebben vandaag. Oké, we vullen hem gewoon serieus in, Klaas. Oké, maar ja? Als het echt een moeilijke vraag is, zoals ja, die vriendin, dan moet je hem allebei verkeerd, maar dan moet je... Wie heeft het beste schot? Jongen, die dat niet weet, hé. Ja, maar anders. Ik wil een andere partner, jongens. We gaan wisselen. Wie kan het slechts tegen zijn verlies? Klaas, hou eens op, man. Wat ben je aan het doen, joh? Wie ligt het best in de markt bij de vrouwen? Ik denk dat we allebei, dat we alles fout gaan hebben vandaag. Nee, jongen, ik wist weer dat je jezelf ging zeggen, jongen. Daarom doe ik het, hè. Ik wist dat hij me in de lucht ging en ik dacht, ja, dat doe ik ook maar. Je moet gewoon tactisch spelen hier met Donny. Oké, nu hebben we er geen fout meer. Nee. Wie heeft de beste humor? Ja, ik denk doe alleen de Madonna. Wat makkelijker. Oké, volgende. Ik denk dat we zo een beetje onderaan staan nu, hè? Maar goed, ga maar. Wie kan beter darten? Hé, jongens. Is dat zo, Klaas? Nee, maar ik doe alleen maar Donny. Dus ja. Dat zijn wel echt vieze vragen, trouwens. Ik doe alleen maar Donny. Ja. Dat is makkelijker. Wie zou er het beste op de F-side passen? Tering. Hij heeft er al een keer gestaan. Wie overschat zichzelf het meest? Ik hoop dat we nog een paar hele nare vragen hebben. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik wist dat hij mij in de lucht ging gooien. Ik dacht, ik gooi hem ook in de lucht. Wie heeft het vaakst pijntjes? Oude mannen. Ja, hij heeft altijd last van zijn hamstring, dan heeft hij weer zijn voet, alles. Ik heb 1 keer mijn Achilles. 1 keer geblesseerd zijn. Nu heeft hij weer last. Wie is het meest romantisch? Valt ook wel mee hoor, maar goed. Ja, je moet er toch één in. Je moet er toch eentje in. En Donny is zo ijskoud. Wie heeft de grootste mond? Wie haalde de hoogste cijfers op school? Ik was geen hoogstaande studiebol. Wie stofzuigt vaker? Misschien 1 keer in het jaar, dat is al veel denk ik. Ja, ik moet zeggen, hij doet ook niet al regelmatig, maar... Ja, als er een keer wat valt... Ik denk toch wel 1 keer per maand, minimaal. Wie wordt later een betere trainer? Ik denk dat Klaas wel, ik weet niet per se, maar wel in ieder geval coach gewoon op het veld. Hoeft niet per se hoofdtrainer. Kan, zou wel kunnen denk ik. Die persoonlijkheid heeft hij wel, maar ja, ook in een andere rol zou eventueel kunnen, denk ik. Maar goed, hij denkt er anders over denk ik. Ja, ik dacht dat Donny zichzelf omhoog zou steken. Dus Wie heeft de slechtste muzieksmaak? Ja, het is me wel even oud, hè? Het zijn ook wel lastige vragen, hoor. Hey. Jongen. Het waren ook lastige vragen. Ik denk dat die anderen wat makkelijke vragen allemaal gehad hebben. Hè? Ja, hele makkelijk. Ik zag het net, hè. Ja, echt hele makkelijk. Maar we mogen niet overleggen. Nee, maar we weten het al. Wie gaat eerst? Ga jij eerst of ga ik eerst? Zeg het maar. Ik ga eerst. Oké, en dan weet je wat ik doe. Dan, tuurlijk. Ja! Nee! Ik ga eerst.